video en welkom terug bij wat GTA 5 Online. En vandaag gaan we kijken naar een nieuwe auto genaamd de Overflood. Nog wat dus? Ik weet niet eens hoe dat ding heet. We gaan eens even kijken. Wat ik wel weet is dat het volgens mij een vrij lelijke auto was. Ik had wat leaks gezien en niet mijn ding. Maar misschien om hem kunnen redden door middel van wat toffe tuning. En dit is hem, de Overflood Imorgon. 2,1 miljoen, bijna 2,2. Dat is een flink prijzig autootje. Ik zou eerlijk zijn, voor dat geld heb ik liever deze auto. Alleen, deze auto blijkt niet heel erg goed te zijn voor races. Dus ik weet niet hoe het zit met de Overflood. Maar we gaan hem eens even aanschaffen. We gaan kijken wat we ermee kunnen doen. En kijk, die achterkant is echt afgrijzelijk. Ik had de auto al gezien, maar ik weet niet wat de tuning precies is. Dus ik hoop redelijk uitgebreid. Dat ding wat we de vorige keer hadden, die tank, die was vrij uitgebreid. Dus hoge verwachtingen. Ook al heeft dit niks met de tank te maken, maar shut up. Oeh, nice. Dit is die Audi. Wat is dit voor gekke livery trouwens? Jezus. Dit ding is sick. Heb je deze auto nog niet? Is misschien wel een goeie om hier deze komende week eventjes aan dat rad te draaien. Want die wil ik persoonlijk wel hebben. Weet je wat ik zo jammer vind? Dit is weer een tweezitter. Of een tweedeurs. En, I don't know. Het zou zo chill zijn als dit gewoon een vierpersoons auto was. Oké, kunnen we hem gaan winnen? We gaan eens even kijken. Hebben wij vandaag geluk? Weet je wat het ding is? Ik kan wel winnen, maar ik weet toch niet waar ik hem neer moet zetten. En ik... Hij wint hem niet! Dat was zo close. 50k. Volgens mij is dat het hoogste bedrag wat je überhaupt kan krijgen. Ja, dat is op zich wel nice. Well, not bad, not bad. We gaan even kijken of dat ding al is afgeleverd. Volgens mij wel. Maar dit is wel een toffe auto om te kunnen winnen. Oké. Is hij er al of is hij er nog niet? Ik zie nog niks. Of is hem dit? Dit is hem. Ja, het is zo gigantisch donker. Ik vind het gewoon echt een verschrikkelijke auto. De vorm. Alles in deze auto is lelijk. De voorkant. De vorm van de zijkant. De achterkant. Dit ding is echt afgrijzelijk. Waarschijnlijk de lelijkste auto. Dan moet je nagaan. Hè? Deze auto is goedkoper. Of zowat dezelfde prijs. Dit ding is nice. Wederom heel erg donker. Ook weer een lelijke achterkant. Maar we gaan het even met dit ding karren. Kijk, als hij dan goed rijdt, dan maakt het in principe niks meer uit. Is het ding trouwens elektrisch? Ik hoorde niks. Volgens mij wel, toch? Hij is snel. Hij is snel, yo. Holy hell. Dit ding is mokersnel. Hij voelt wel erg snel. Ik weet niet of hij ook daadwerkelijk zo snel is. Ik denk het wel. Yo! Ik hoop het niet, man. Ik hoop echt niet dat het ding snel is. Want dat wil zeggen dat we dan deze auto moeten kopen voor races. En ik wil dat ik niet heb, want ik vind hem afgrijzelijk. Kijk, wat is het? Wat moet dit voorstellen? Als iemand weet wat dit voor auto moet zijn, laat achter in de comments. Volgens mij heb ik het laatst opgezocht op stream. Maar ik kan me niet meer herinneren wat het was. Hij voelt wel echt heel snel. Dit ding is echt volgens mij super chill. Holy shit. En er is trouwens ook licht buiten. Ik moet zeggen, dat is snel gegaan. Ik was even wat drinken pakken. Ik kom terug en het is al licht. God damn. Nou, we gaan eens even pimpen. We gaan eens even kijken. Wat is er trouwens met die achterlichten? Voor dan eens een lange ledstrip. Dat heb ik laatst ook al gezegd. Ik vind dat lelijk. Waarom moet elke auto dat nou ineens hebben? Don't know why. Moet ik wel zeggen dat ik het bij de Chiron wel vet vind. Dat is een beetje een dubbele standaard is. Want dat is ook een lange streep. Maar anyways. Repair. We hebben 25 opties. We gaan alle gewone dingen langs. Flink wat opties voor voorbumpers. Ik verwacht dat we dadelijk die dingen aan de zijkant dat die carbon fiber kunnen. Oh god. Een splitter onder een splitter. Krijgen we nou nog een splitter onder een splitter onder een splitter? Nee. Oh, dat is allemaal met carbon. Alright. Wat gaan we met dit ding aandoen? Ik denk niet dat hij te redden is. En dit vind ik echt afgrijzelijk. Je hebt zoveel layers. Alleen in een taart. Ah, is wel clean. Rear bumper. Wederom, ook afgrijzelijk. We hebben de diffuser. Carbon alternative. Echt, ik zie zo weinig verschil. Oh, oké. Okay. GT race setup. Mark 1, Mark 2, Mark 3 en Mark 4. Oh, wow, we hebben nog... Wat? We hebben nog meer.
Het houdt niet op. Jesus. 21 achterbumpers. Holy hell. En ik zie geen verschil. Ik zie letterlijk... minimaal. Een minimaal verschil. Weet je wat? Ik doe eens een keertje gek. Waarom ook niet? Ik neem deze. Ik neem deze achterbumper. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik neem aan dat we dan ook wat geks kunnen doen qua echt racecar. Want anders zou je niet zulke race diffusers hebben. Dus chassis. Je kijk. Roll cage. Verschillende soorten. Verschillende stijlen. Wederom zie ik niet heel veel verschil. Ik weet dat ze andere stoelen hebben. Maar... waarom zijn er zoveel varianten? Ik zweer het je, er is geen verschil. We gaan maar gewoon voor groen. Ziet er op zich al sick uit. Ik weet niet precies wat ik ga doen voor de kleur van de auto zelf. Want dat groen en dat blauw... Het is niet per direct lelijk, maar... Het is ook niet de beste match. Engine upgrade. Exhaust. Ja. Ik ga wel gewoon voor twin bore exhaust. Het klinkt wel een beetje raar trouwens. Het klinkt niet echt elektrisch, maar het klinkt ook niet echt normaal. Ik ga wel gewoon voor die titanium exhaust. Well, whatever. Grill. We hebben... Zoiets zei ik voor straks nog, hè. Waarschijnlijk uit het carbon. Ik bedoelde niet dat. Maar dit doet al veel. Dit is al nice. Misschien dat ik dan alsnog die andere bumper pak. Want ik vond dat er gewoon te veel aanwezig was. En nou wordt het een beetje onderbroken. Dus misschien wel daar ook even checken. Carbon, nope. Oh my god, no. Nope, nope. Oh my, wat is dit? Oké, dit is... Ja, dat wordt clean. Verschrikkelijk. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje ben gaan wennen aan de vorm van de auto. Als je zo kijkt, ziet er op zich best wel nice uit. I don't know. Liveries. 13 opties. We kunnen echt gaan van racecar livery. Oh god. No. 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 Is dat wel andere liveries dan ik gewend ben? Nope. Ik wil graag een livery pakken. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal lelijk. Nee. Misschien dat ik zometeen iets nog probeer met dit. Of dit. Maar nee. Nope. Je kan... Spiegeltjes. Weet je wat deze spiegels me aan doen denken? De Mitsubishi Eclipse. Die hebben dit soort spiegeltjes. Right? Weet je wat? Ik doe eens een keer gewoon primary. Anders dan vallen ze op. Plate. Black. Heel de achterkant is letterlijk zwart. Dus prima. Respray. Oké, we hebben primary, secondary en een trim. Wat is die trim? Dat is binnen natuurlijk. Oh, what the fuck? Check dat interieur. Oh, dat is wat ze bedoelden met... Ik had ook al die verschillende opties met stoelen. Waarschijnlijk ook het dashboard dat dan helemaal verandert. Dat zal waarschijnlijk het verschil zijn. Wat is die secondary dan? Dat is het dak. Ik denk dat het een veel gebruikelijk ding zal zijn om dat zwart te maken. Op zich kunnen we dat ook wel doen. I don't know. De kleur sla ik wederom even over. Je kan het dak waarschijnlijk carbon doen. Tada. Ja, dat. Oké. We kijken wel even verder. Sideskirts. Carbon en primary. Ik doe primary, anders is het wel heel erg hoog. You got great taste. Spoilers. Er zit al een spoiler op. 15 opties. Oké. Interesting. Zoiets heb ik nog niet eerder gezien. Rare positionering. Oké. Gewoon spoilers. En het wordt er niet beter van. Dit zijn ze allemaal. Ik denk oprecht dat dit nog een van de beste spoilers is die je kan pakken. Qua hoogte zeg maar. Niet al te hoog, maar hij zit aan de achterkant. Dat is zo lelijk. Maar dit ding is gelijk zo hoog. Eigenlijk valt het wel mee qua hoogte. Maar dit ding is, ik weet niet, dit ding is zo groot. Zal ik gewoon zoiets pakken? Hij is ook zo hoog. Ik pak wel dit, I don't care. We gaan verder. Sunstrips. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Hardstand Globe Oil. Het is allemaal reclame. Wait. Oh, dat is aan de zijkant. What? Oké, dat is... nieuw. Misschien dat het op zich wel vet uit kan zien als je dan ook nog dat carbon fiber dak doet.
kunnen hem verlaten. Oh, hij wordt wel behoorlijk laag ineens. God damn. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje een auto gaan wennen. Mooi zal hij nooit worden. Er liggen wel mooie velgjes onder. Die laat ik wel liggen. Het belangrijkste van alles in GTA. Zorg dat je bulletproof tires hebt. Want je wordt genaaid. Dat is echt een must. Nou, is het echt een must? Tegenwoordig blazen toch je auto gewoon op. Dus heb je er niet heel veel aan. Maar volgens mij hebben we nou het meeste wel gedaan. Ik wil heel even nog bij de voorbumper kijken. En dan misschien deze. Ja. Want nou hebben we die carbon splitter. Of ik weet niet voor wat het was. Die carbon grill. Die hebben we nou gedaan. Dus dit kan op zich wel. En het doet me een klein beetje denken aan de mislukte GTR. Ik wil het niet hardop zeggen. Maar ik zie wel wat GTR dingen erin. De vorm van het dak. En aan de zijkant die fenders. Zo een beetje GTA-achtig. Maar, nou ja, ik zeg al. Een mooie auto zal het nooit worden, maar ik, zal ik carbon doen? Breekt het een beetje, anders is het zo blauw. Ah, whatever. Dan kan ik eigenlijk ook een carbon fiber spoiler doen. Dan valt die spoiler ook niet meer zo op. Zo. Last but not least. We komen aan bij de kleur. Wat je ook irritant vindt in deze game, is dat je niet kan uitzoomen. Ik kan alleen inzoomen, maar ik wil uitzoomen. Ik wil er verder vanaf staan. Want ik wil sowieso iets doen met dat groene eigenlijk. Dat groene van die stoelen. Maar er zijn niet echt mooie groene kleuren. Het is veel te licht. Het groen is sowieso een beetje een lelijke kleur, hè. Ik kan ook meer dit pakken. Een beetje een rare kleur. Ik heb wat anders. Het is nog steeds rood, maar het is niet echt dat rood-rood. If you know what I mean. Hey, weet je wat, ik kan ook voor oranje gaan. Dan krijg je dit. Weet je waarom deze auto me nou heel erg aan doet denken als hij oranje is? Een LFA. Waarom weet ik niet. There's no reason. Slaat nergens op, maar ik zie een beetje LFA erin of zo. Als je er zo op kijkt, is het wel echt een mokerlelijke auto, hè. Gewoon aan de achterkant zo afgesneden en aan de voorkant echt gewoon recht. Echt, joh, deze auto. Wie dit heeft... gemaakt, moet echt ontslagen worden. Not gonna lie. Niet overdreven. Maar ja, ik laat hierbij. Deze auto is toch niet te redden. Ik kan nog heel even kijken bij de motorkappen. Of je daar iets leuks mee kan doen. Maar ik denk dat deze auto al... deze auto is opgegeven. Er is geen hoop. En dit is verschrikkelijk. Dit is nog verschrikkelijker. Het is ook lelijk. Het is allemaal lelijk, joh. Het zal maar worst wezen. We gaan naar buiten, boys. De zon schijnt. Lekker weertje. En dit is de Overflood nog wat is. Imorgon. Nogmaals, ik vind hem niet mooi. Het is ook weer niet dat ik hem echt super, 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 super lelijk vind. Maar ik zal hem niet kopen voor de looks. Ik zou hem puur kopen voor de performance. Want hij is volgens mij wel echt nice. Want elektrisch heeft ook echt gewoon instant torque. Want ik ben er vrij zeker van dat het elektrisch is. Deze auto is een Overflood. Volgens mij zijn al die Overflods zijn elektrisch. Hij voelt ook wel elektrisch, maar hij klinkt ook een beetje raar. Vind je? Volgens mij is het een elektrische auto. Ik ben er vrij zeker van, maar... Dit klinkt niet elektrisch. I don't know. Hij voelt elektrisch, hij klinkt niet elektrisch. Gek ding. Maar ik denk op zich dat je deze auto nog best wel clean kan houden. Als je ten eerste gewoon grijs maakt. En dan niet die spoiler, niet die stoelen doet. Gewoon eigenlijk zo standaard mogelijk. Dan kan het nog best wel een nice auto zijn. En ik denk dat ik hem binnenkort moet gaan aanschaffen. Want hij voelt echt zo snel. Hij rijdt ook echt lekker qua handling en zo. Ik weet niet of hij all-wheel drive is. Ik heb het idee van wel. Zo voelt hij wel tenminste. Dat kunnen we trouwens checken. Ik zet hem hier heel even tegen de muur aan. Dan kan je makkelijk checken of hij all-wheel drive is. Ja. Yep. Dat is de ultieme check, boys. Maar dit ding is goed. Dit ding voelt heel erg fijn aan. Weet je wat? Ik ga gelijk even die auto veranderen van kleur. We zijn hier nou toch bij een garage. Ik moet hem even repareren. Maar ik denk echt dat we hier de beste nieuwe sportauto in onze handen hebben. Hij voelt echt heel erg fijn. En vooral op kleine banen. Qua topsnelheid weet ik het niet. Maar qua acceleratie voelt hij echt nice. En weet je wat ik denk? Dat deze auto op zich best wel sick zou zijn als je gewoon helemaal geen spoiler zou hebben. Gewoon een spoiler delete. Is misschien een beetje raar. Ik denk dat dat best nice kan zijn. Respray. Ik wil even gaan voor grijs.
Meer zoiets. Dark steel. Even kijken, we gaan eens buiten. Het is alweer bijna donker trouwens. Het gaat echt snel. Dan krijg je met de herfst. Of herfst, winter. Dan wordt het snel donker. Kijk, ik vind dit persoonlijk wel heel erg nice. Gewoon clean. Niet super in your face. Misschien dan nog die andere spoiler weer terugzetten. Maar als ik hem zelf zou hebben, dan zou ik hem waarschijnlijk meer zo doen. Ik denk oprecht dat er ook nog wel een hoop mensen zullen zijn die deze auto oprecht heel mooi vinden. En in dat geval heb je geluk, want dan is hij ten eerste heel erg goed. En nog eens mooi. Ik ben niet te spreken over de looks, maar hij rijdt heel fijn. 2,2 miljoen is nog steeds een hoop geld. Maar als je dan de beste sportauto hebt, dan is het hem in principe wel waard, denk ik. En ik heb hem net gerepareerd en ik heb nu alweer schade. Een beetje jammer dit. Maar dit was hem dan, boys. Dit was de Overflot Imorgon. Bijzondere auto. Ik weet niet waar die van afgeleid is. Mocht iemand dat weten in de chat, laat het even achter. Want ik ben op zich wel nieuwsgierig. Maar ja, ik ga het in ieder geval hier weer bij laten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de nieuwe video van GTA 5 Online. Ik weet zo niet precies welke auto's er allemaal nog komen. We hebben twee Formule 1 auto's. Of in ieder geval een Formule 1 en een Indy 500. En dan nog Subaru of Mitsubishi. Een van de twee was het. Hebben we dan nog iets anders? Er zijn volgens mij nog andere dingen die ik zo mis. We hebben nog de Civic. Er komt nog een Honda Civic aan. Die wordt vet. Maar ja, vond je dit een leuke video? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.